beetje een grootje, maar we zullen het ermee moeten doen. Wat gegeten? We hebben frikandel speciaal gegeten en patatjes. Zo, zijn we weer vertrokken bij Casa Rocky? Ja. Maar we hoeven niet ver, hè? Nee, is 5 minuten rijden, 10 minuten rijden. Dus, we gaan naar camping Las Torres. Ja, en dan schijnt het helemaal leeg te zijn. Dus. Nou, even de was doen. Misschien nog wat laadjes of kastjes kuisen. Kuisen, ja. Oeh, dit is ook altijd even een wel geweldig uitzicht. En waar zijn we nu hoor dan? Even een vliegje wegblazen. Ja. We zijn nu bij Las Torres. Ja, daar zouden we eigenlijk niet meer staan, maar ach. Is toch ook wel weer even lekker naar een weekje Casa Rocky. Ja, in de zin van kunnen wassen, dat soort dingen. Ja. Dat kon daar ook wel, maar dat, ja, in principe is dat niet de bedoeling daar. Nee, dus dan doen we dat ook niet. Nee, dus we dachten, nou, we kijken wel hoe lang we hier blijven. Ja. We hebben alle tijd. Een week of 19, denk ik. Nee, ik denk het niet. Kijk, de parkeerplaats is ook helemaal leeg. Ja. Nou, dat hebben we ook wel eens anders gezien. Dat hebben we zeker anders gezien, ja. Doe maar daar even op, hè. Ja, dat doe ik. Ja. Oké, gaan we even kijken of Maria er is. Stond het nog altijd scheef. En dan zet je hem stil, handrem erop, in de park. Ja. En je glijdt altijd nog weer een stuk naar achteren. En deze kan je, ja, je hebt gewoon plateautjes. Ik denk dat Kemperdauw dit plekje wel herkent. Ja, Kemperdauw zou dit herkennen, ja. Ja, we hebben het toen gestuurd. Zeggen, ja. We gaan naar Las Torres en waarschijnlijk op plekje 2, als het vrij is. En Brigitte, ja, stuur een foto. Goedemorgen, Ineke. Ja, goedemorgen. Is het nog goedemorgen? Ja, het is pas 10:30. Oh, het is pas 10:30. Dat zijn wij vlot dan. Ja, ja. Dat zijn wij anders nooit. Nee, eigenlijk niet, nee. Of weinig. Weinig. Ja. Weinig tot niet. Nee, maar dan zitten we meestal nog in de camper. Ja, maar het is al zo lekker warm hier. Ja. Dus... Ja, het is echt heel warm. Dan even naar Puerto Mazaron fietsen. Ja. Even naar de Chinees. Ja. Kijken en wat boodschapjes doen. Ja. En dan zien we wel verder. Ja. Toch? Toch. Oké. Oké, gaan we doen. Nou, dan hoef je met deze, kan je meer opladen, maar dan hoef je niet het hoekje om. Dan hoef ik niet het hoekje om, nee. Nee, doe maar niet, graag. Nee, hè? Nee. Nou, we hebben wat... Kleding gekocht, ja. Impuls aankopen. Ja, dat doe je bij de Chinees, hè? Ja. Dus dat prop ik even in de tas. 2 keer wassen en kan weg. Nou, dat valt ook wel weer mee. Ja, dat is ook wel weer. En we nu? Boodschappen doen. Bij de? Lidl. Lidl, niet bij de Mercadona. Nee, want wat moeten we hebben? Brood. Ja, dus we kunnen net zo goed daar doen. Ja. En een bakje blauwe bessen. Ja. En een flesje wijn. Vlees. Vlees voor vandaag. Ja, dat kan allemaal daar. Ja, iets voor op de grill. Ja, maar wat nu goed gelaten, want dat gisteren ging met de zalm niet goed, hè? Nee, ik denk dat je de grill ook te heet hebt laten worden. Ja, en ik denk dat de zalm er niet geschikt voor is. Nee, laten we de fietsen hier staan of nemen we ze mee naar de Lidl? Naar de Mercadona. Bedoel ik. We gaan fietsen er even naartoe. Ja, is zo. Nou, we zijn terug van de boodschappen doen. Niet al te veel gehaald, maar toch wel weer zwaar. Hey, hallo. Ja, hallo. Je laat me schrikken. Oh, is dat zo? Ja. Nou, misschien schrikken de kijkers ook wel. Nee, dat valt wel mee, denk ik. Oh, ik denk het ook wel. Nou, we zijn even naar Puerto de Mazaron geweest. Ja, naar boodschapjes. De Chinese winkel hebben we wat dingen gehaald. En boodschappen gedaan en nu gaan we lekker croissantje eten. Ja, dat heb ik zin in. Met gerookte zalm. Yep. Hoe laat is het eigenlijk, Ineke? Half één. Bijna 1:30. Zonnetje schijnt, de accu zal wel weer vol zijn. Dus, dat is het laatste week al. Dus, vertel eens. Hoe gaat het met je? Goed hoor, hè? Ja? Ja, zeker wel. Lekkere plekje, groot. Het is goed weer, heel goed weer. Ja, het is best warm, ja. We zitten op de fiets zo in het bruisende Puerto de Mazaron. Ja. Morgen gaan we waarschijnlijk even naar de markt. Nou, waarschijnlijk. Ja, moet toch even afspreken hoe laat? 11:00. Oh, oké. Okay. Dat was de afdelingsvraag. Ja. En anders vragen we nog even aan Filip en Astrid. Ja. Ja, dat is zo. Het is morgen zelf, dagje. En wat eten vanavond? Lasagne. Lasagne. Met een stukje stokbrood. Mooi. Hey, welkom bij vlog
Ja? 55. Nou, doe er maar eentje bij hoor. 56? Ja. Klok 56. Oh my god. Ja. It's amazing. Ja. Ja. Ja, vlog 56. We gaan een stukje fietsen. We gaan wat geld uit de muur halen. Als dat er nog is. Als het niet op is. Nee, dat denk ik niet. Nou ja, misschien heeft de bank geen geld meer. Ja. En dan gaan we naar de markt. Ja. En daar zijn ook... Petra en Gunther. Gunther. Ja. En onze overburen Astrid en Philip. Dus het wordt even een Belgisch onderrondje. Ja, we zijn wel in de minderheid. We zijn in de minderheid. Maar dat geeft niet. Nee hoor. We verstaan ze wel. Ja, we verstaan ze heel goed. Dus dat gaat gelukken. Nou ja, ja, tot straks op de markt, dan zou ik zeggen. Nou, we zijn bij de markt. Ja, we zijn gearriveerd. We hebben de fietsen neergezet. Ja, daar is de markt. Het wachten is op... Petra. Gunther. Astrid en Philip. Ja. Die zijn met de auto, die zoeken een plaatsje om de auto te parkeren. Nou, komt hier een mooi plekje vrij. Maar... Nou, dan gaan we eens kijken wat de markt te bieden heeft. Ja. Nou, het is een markt van allerlei. Ja, ik denk het ook. Groente, fruit, kleding, alles. Ja, ja. Dus, maar we gaan het zien. Leuke tassen. Hè? Huh? Leuke tassen. Leuke tassen, hier. Kijk. Ja, moet je alleen even de dingetjes eraf halen. Ja. Dag Ineke. Hey, hallo. Hoe is het nou? Muy bien. Dikke duim? Drie keer een dikke duim. Drie keer een dikke duim. Ja, het is schitterend weer. We hebben een mooi plekje. Ja. We wachten nog even op Gunther en Petra, Astrid en Philip. Ja, maar we hebben wat te drinken besteld, hè? Ja, lekker een espressootje. Ja. Ja, het is zondag vandaag. Ja. Druk? Druk. Ja, gezellig hoor. De boulevard is ook druk. Ja. Ineke, leg eens even, waar zijn we en wie zitten we er allemaal aan tafel? We zijn in Puerto de Mazaron, ja, bij Bar Bono. Ja. We zijn met ons, ja, en we zijn met Petra. Even wacht, niet te snel, niet te snel. Petra zit naast je. Petra zit naast me. En daarna dat is Petra. Zit Astrid. Philip. Daarna zit Astrid. Hallo. Philip. Hallo. En Gunther. Gunther. En moi. Et toi. Ja. Oké, en ja, gezellig. Jij hebt een? Tinto Verano. Oké, en dat is? Bier met lekkers. Met wijn, limonade of zo? Ja. Oké. Heb je er al 6 op, hè? Ja. Oké, nou, geniet er nog even van, zou ik zeggen. Oké. En hoe noemt men dit ook weer, dit drankje? Tinto de Verano. Tinto de Verano. Ja. Heerlijk, bij Bono. Ja, bar Bono. Ja. Zon, zee, alles erop en eraan. Oké. Merciekes. Nou, Ineke. Nou krijgen we er vast 1000 abonnees bij. Zeker wel. Zeker wel. Het is druk op het strand. Nou ja, druk. Ik vind alleen over het bruisende Puerto de Mazaron spreken, hè? Ja, kom. Oh, het is wel bruisend. Ik heb het idee dat de kinderen week vrij zijn deze week. Kijk, daar heb je de mannen weer. Gaan douchen. In het zuiden, in het midden, in het noorden, Friesland, Flevoland. Ja, mooi daar. Ja, met die klein Venetië. Oh, dat ken ik niet dan. Oh, het staat Giethoorn. Giethoorn. Giethoorn.
fietsen. Dan kan ik nog wel fietsen. Maar het rare van alles is, we hebben ook dat je dan zo'n fles meegepakt en één is al lekker. En je pakt hem mee naar België of naar Nederland. Nee, is de andere opgegeven. Ja. Dat deed ik met pastis altijd uit Frankrijk. Pastis, ja. En heerlijk in Frankrijk op het terrasje. En ik kom thuis en ik drink het bijna niet. Nee. De sfeer is niet bijna. Ja. De sfeer is zelfs jammer. Dat was snacken. De Romeo. Ik doe de poes even af. Oh, dat staat er net op, hè. Wat deed je nou? Wat zei je nou, Ineke? Ik wou mijn poes afdoen. Je wou je poes afdoen. Nou, kan, hè? Dat kan, hè? Want we gaan terug naar de camper. Ja. We hebben net even wat gedronken, gezellig met z'n zessen. En wat gegeten. We hebben frikandel speciaal gegeten en patatjes. Frikandel speciaal in Puerto de Mazaron. Ineke, toch? Ja, heerlijk. Oké, dan wordt het weer tijd om terug te gaan naar de camper. Ja. Zo, we gaan ze weer eten en we gaan de kadakma weer eens gebruiken. Want dat heeft wel weer even geduurd. Een varkenshaasje, Sol Emilio, op zijn Spaans. Ja, wat ben je aan het doen, hoor? Ik ben aan het eten klaarmaken, Ineke. Het eten bereiden. Je kan eten niet klaarmaken. Eten bereiden, ja. Eten bereiden heet dat. Eten nokkie, sla. Gebakken nokkie, sla, inderdaad. En? Varkenshaasje van de grill. Oftewel, in zijn Spaans. Ik heb geen idee, hoor. Sol Emilio. Oké. Ja, straks het eindresultaat. Straks het eindresultaat, ja. Wat is dat met die wijn? Proost. Oh, want? Zomer, voor het leven. Wat hebben we voor wijn eigenlijk? Een Saraya. Saraya. Oh ja, dat is een hele lekkere wijn. Ja, lekker zoet. Ja, een beetje zoetig. Ja. De zee van wijnen. De zee van druiven. Aanbevelen. Bij de Mercadona, voor weinig. Kijk uit. Nou, de varkenshaasjes. Kijk je naar een zootje, maar we zullen het ermee moeten doen. Het rijst nu nog op. Ineke gaat de bordjes vastpakken. En dan gaan we wat eten. Nou, dit is het eindresultaat. Sla, tomaatje, nokkie. Gebakken nokkie, hè? Gebakken nokkie, ja. Zeker. De meeste mensen koken het, maar, ja, maar gebakken vindt Ineke het lekker. Ja. En, beetje zin in? Ja, lekker. Dus, wat zeggen we dan? Eet smakelijk. Eet smakelijk. Zo, Ineke. En hoe smaakt het? Heerlijk. Ja. Ja? Ja. Lekker? Ja. En de grillen is toch lekkerder, hè? Ja. Maar we gaan de vlog afsluiten. Oh ja. Je mag niet met volle mond praten. Hè? Dus we gaan vlog 56 hiermee afsluiten. Ja, we vragen iedereen, iedereen. Mensen nog niet geabonneerd zijn. Kan je doen? Ja, nou, we hebben een special daarvoor. Hè? Ja. De mannen uit België. Ja. Dus die laten we er hierna maar even zien. Dus. En deze vlog komt dus zondag uit, vanavond dus. Als jullie deze kijken, dan is het zondag inmiddels. Ja. De week daarop gaan we onthullen welke bekende Nederlanders naast ons staan. Oh ja, van wie we de plek ingepikt hebben. Ja, maar dan vertel je al te veel. Nee hoor. Ja hoor, veel te veel. Ja? Oh. Ja. Neem ik het terug. Ja, maar goed, als deze vlog uitkomt, dan zijn ze inmiddels alweer weg. Ja. Want ze blijven niet zo heel lang. Maar dan gaan we dat in de volgende vlog onthullen, wie dat zijn. En als mensen denken te weten wie het zijn, mogen ze dat in de reacties neerzetten. En we zeggen nog niet of het goed is of niet goed is. Nee. Dus zet maar wat in de reacties. Ja, leuk. En, vinden we altijd leuk. Vinden we altijd leuk. Tot de volgende vlog. Doei doei. Abonneer op dit kanaal en geef deze vloggers een duimpje.